Hallo, ist das eine Demo? Nein, das ist keine Demo. Ach so. Wenn Sie mehr Fragen haben, wir haben da drüben, sehen Sie den Fuchs mit der orangenen... Ich wollte nur wissen, was es ist, aber egal. Das ist keine Demo, nein. Okay, alles klar. Es ist eine Vereinsveranstaltung, wir machen das zweimal im Jahr. Okay. Wir interessieren uns für anthropomorphe Charaktere, also Tierfiguren auf zwei Beinen. Toll. Einfach so künstlerisches Super. Einfach Hobby. Um die Leute zum Lachen zu bringen, bisschen Farbe in den Alltag reinzubringen, Leute lächeln zu sehen. Ja, finde ich eine gute Idee. Hm? Okay, tschüss. Oh, das ist eine zweite Kamera, da eine zweite Kamera. Das ist unsere Kamera. Also das ist eure Kamera. Das ist unsere Kamera. Verstehe. Also das ist unsere Kamera. Naja, also egal. Es können nicht genug Kameras dabei sein. Da haben Sie recht. Oder? Wünsche einen schönen Tag noch. Gleichfalls. Ciao. De in Tegelen geboren filmregisseur Ben Verbong zit 50 jaar in het vak. Na een studie aan de Filmacademie in Amsterdam maakt hij een flink aantal Nederlandse bioscopen en televisiefilms. Onder meer met René Soutendijk in Het meisje met het rode haar. Een film uit 1981 waar hij de prijs van de Nederlandse filmkritiek voor ontvangt. Ja, Van Ken probeert mij kapot te maken. En Peter Tuinman en Monique van der Ven in De Schorpioen. No! Een film over Nederlands-Indië. Oké, attentie. En hier op de set van De Onfatsoenlijke Vrouw. Met onder meer Huub Stapel. En De Cachere, waarvan de soundtrack met Dave Stewart en Candy Dulfer een internationale hit werd. Begin je voet omhoog. De serie Charlotte Sophie Benting voor de AVRO is in 1997 zijn laatste Nederlandse productie. Oké, cut. Verbong werkt daarna in Duitsland aan bioscoop- en tv-films. De lotgevallen van de zingende familie von Trapp. The bank is gone. Everything is gone. En de serie Honigvrouwen over Oost- en West-Duitsers bij elkaar aan het ballentoneer. Uit 2019 stamt Ein ganz normaler Tag. Over burgermoed met de Duitse topactrice Sonja Gerhardt. Dat klinkt toch goed? Ondertussen staan alle Duitse filmprijzen die je maar kunt winnen op zijn naam. En er zijn weer plannen om in Nederland te draaien. Bijvoorbeeld de verfilming van het boek Toen ik je zag over acteur Anthony Kamerling. Ben Verbong leidt daardoor een dubbel leven. Het ene been in Amsterdam en het andere in München. Als je ooit gewoond hebt aan het water, is het heel moeilijk om ergens anders te wonen. Is ons opgevallen. In Amsterdam hebben we eigenlijk altijd aan een gracht gewoond. En we wonen hier natuurlijk niet aan de Isar, maar bijna aan de Isar. Voor mij is het een beetje een thuisgevoel, een beetje Tegelen. Het is heel rustig. Het is echt een dorp. Kijk, bijvoorbeeld Berlijn. Dan heb je heel veel dorpen bij elkaar. Dat heeft geen centrum. Berlijn heeft geen centrum. Die hebben wel een heleboel van die kleine centra. En die mensen die in een bepaalde wijk wonen, die komen ook niet in een andere wijk. Dus een heel ander soort van manier van samenleven. En hier heb je echt een centrum, wat ook flink gebombardeerd is geworden. Helemaal herbouwd is. En dan heb je altijd het gevoel dat je weet waar je bent. En dat is natuurlijk toch het gevoel wat je hebt als je uit een dorp komt of een kleine stad, Venlo of Tegelen. Het is wel iets wat je wil, overzichtelijkheid. Ik mag denken dat een filmregisseur in Duitsland in Berlijn moet zitten. Ja, dat denken veel mensen. Het is ook zo dat toen de muur is gevallen en Berlijn zeg maar één grote geheel werd, toen ging iedereen naar Berlijn. En nu zie je dat iedereen weer terugkomt, want ja, het stikt op de moord van de acteurs en actrices en de regisseurs. Maar ja, wat heb je eraan om allemaal op één hoop te gaan zitten? Ik bedoel, het is bovendien zo, dat is een soort van spreuk die ook uitkomt, daar waar je woont, draai je niet. Maar je
lijkt me wel een persoon die het overzicht wil houden. Ja, en het is wel zo dat ik, het moet wel zo gebeuren zoals ik het wil. Ja. Maar... Want dit dan gaan we even rechtstreeks naar de mensen die ons nu zien, of die jou zien. Dit heb je eigenlijk ook weer bepaald. In welke zin? Ja, dit wat we zien. We kijken nu op de Amstel. Ja. Ja, leek me leuk. Nee, zeker. Maar je hebt al nagedacht over het licht. Ja. Je hebt nagedacht over de kadrering, klopt dat? Ja. Ja. Je zegt tegen de cameraman van, we kunnen dat hier in die hoek doen, pak die tafel. Ja, maar als hij nou gezegd zou hebben, nou ik vind het leuker daar tegen die wand daar, dan had ik gezegd, lijkt me niet een goed idee. Oké. Nu is dit niet mijn film. Maar heel belangrijk is, dat zeg ik ook altijd tegen regisseurs die studenten zijn, je moet meteen zeggen wat je visie is. Je moet je meteen zeggen waarom dat je dit zo wil hebben. Dan overtuig je mensen, want mensen hebben nog geen idee wat ze willen. Maar als jij zeg maar zegt, ja, kijk maar eens hoe jij er tegenaan kijkt, ja, dan ben je verloren. Want kijk, dan kom je nooit meer in die ene visie. Mm-hmm. En iedere film heeft een één visie. En de visie hier is? Dat ik dat nu zo doe. Ja, we hebben diepte. Als je licht achter je hebt, heb je diepte. Ja. Creëer je bijna een derde dimensie. Dus als je films bekijkt, moet je maar eens opletten. Cameramensen zetten altijd achter iemand een lichtbron. Dat kan zijn een raam, dat kan een lamp zijn. En dat creëert diepte in je beeld, wat eigenlijk natuurlijk maar tweedimensionaal is. Onmiskenbaar Amsterdam. Het is onmiskenbaar Amsterdam. Het is de flair van Amsterdam. Precies. Want ze zitten op bootjes. Precies. En het licht komt van deze kant, wat ook niet slecht voor mij is, hoop ik. Maar ik heb er niet gekeken, maar ik hoop dat het helpt. Ja, ja. Maar het kan ook afleiden, al die zomerse mensen op bootjes. Nou, wat afleidt is als er nu iemand achter me gaat staan bewegen en niet weggaat. Kijk, zo'n bootje dat gaat voorbij, dat creëert sfeer. Ik kan me nog herinneren, op de zesde klas van de lagere school, toen vertelde die leraar vertelde een verhaal over een heksenverbranding. En dan moesten we het navertellen. Nou, dat heb ik met een ongelooflijke passie naverteld. Ik wist, dit is iets bijzonders. Nou, en dus die man die komt een week later met die schriften binnen. En ik zie ik zat vooraan en zie de schrift van mij bovenop liggen. Ik denk, zie je, dat was heel goed. En die pakt dat schrift en die gooit me het zo in mijn gezicht. En jij moet niet denken dat je met mij de kachel aan kan maken. Ik moest eruit. Ik moest de klaslokaal uit. Ik denk, wat heb ik dan gedaan? Ik dacht juist dat ik iets heel goeds had gedaan. En hij dacht dat ik hem in de maling had genomen. Door het allemaal een beetje overdreven, een beetje expressionistisch op te schrijven. Je had een scenario klaar. Eigenlijk heel visueel. Maar die schok was wel heel groot, moet ik zeggen, bij mij. Dat je eruit moest. Ja, en dat ik zeg maar juist afgewezen werd. Dat heeft mij wel een paar jaar gekost voordat ik daar weer overheen ben gegaan. Het creatieve werd bestraft. Ja, echt. En toen kwam ik uit de kweekschool, Pedagogische Academie. En er waren twee leraren die ontzettend met film bezig waren. En die konden ook daar gepassioneerd over praten. En dat vond ik al heel interessant. En ik was toen bezig met schrijven, dus ik schreef gedichten en verhalen en zo. En plotseling lees ik zo'n boek, het heette Vandaag. Daar stonden er korte verhalen in van bekende schrijvers. En ook een paar foto's, meestal naaktfoto's. Dus dat was leuk, mooi meegenomen. Daar las ik een stuk uit een scenario van... Heresma, hip, hip, hip voor de antichrist. En dat was de klik. Ik dacht, je kan gewoon een film opschrijven. Je kan gewoon beschrijven wat je later gaat zien. Nou, dat is bij mij een ongelofelijke deur opengegaan in mijn hoofd. En toen heb ik die leraar gevraagd of ik niet in plaats van opstellen scripts mocht schrijven. Nou, die vonden dat geweldig. Toen leerde ik daar op de Pedagogische Academie mijn vrouw kennen, mijn Jacqueline. Die nog steeds mijn vrouw is. En die wilde dansen. Die wilde niet lerares worden. Die had niks met onderwijs. Die wilde dansen. En die danste al vanaf haar 12e jaar. En nou ja, dat was een spiegel. Afgezien van het feit dat ik als een blok voor de viel.
hadden we meteen zoiets van, ja, dit zijn twee zielen die iets heel anders willen en ook iets heel anders met de wereld willen. Ik vind dat, dat is ook de reden waarom dat we naar Duitsland zijn gegaan. Ik draaide dus bijna 3 films per jaar. En dat kun je dus niet doen voor een publiek wat je niet kent. Dus toen heb ik ook tegen Jacqueline gezegd, ja, we moeten eigenlijk ook in Duitsland wonen, want je wil weten waar de mensen mee bezig zijn, die er op straat lopen. Wat bedrijft hen? Wat zijn hun problemen? Wat zijn hun angsten? Wat zijn hun conflicten? Waar praten ze het 's ochtends over als ze in de U-Bahn staan? Dat is belangrijk, want alleen zo kan je het publiek ook bedienen. Want ja, als je dan zo'n film maakt, dan zijn het toch 5 miljoen mensen die daarnaar kijken. 7 miljoen. Ja, die wil je toch wel in het hart raken. En dat moet je dan toch wel weten waar dat hart precies zit. Kijk, ik ben niet zonder lef opgevoed. Maar dat heeft ook met tegelen te maken. Tegelen, dat verbond ik met lef om te doen wat je wil. Dat is een groot verschil bijvoorbeeld met Venlo. Iedereen in Tegelen die was met kunst bezig. De schoenmaker, dat was een hele goede klarinetist. Je had 2 hele grote harmonieën die ook meedongen naar de titel van Nederland. Ja, had ook met de industrie te maken en het geld dat daar zat in Tegelen. Absoluut. Ja. Je had de passiespelen. Je had, ik geloof, 3 TNL-gezelschappen. Mannenkoren. Heel veel koren. Dat was gewoon, iedereen deed iets. Het zojuist officieel geopende nieuwe gebouw van de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam biedt alle mogelijkheden voor een gedegen opleiding van toekomstige Nederlandse cineasten. Er is een grote studio met 3 televisiecamera's, waar men niet alleen met de tv-technieken kan oefenen, maar waar ook regieresultaten via videotape direct zichtbaar gemaakt kunnen worden. En toen ik op die filmacademie kwam, dat weet ik nog, een van de eerste weken dat ik daar kwam, was natuurlijk sowieso een cultuurschok. De eerste les, ik kan het er altijd uitknippen, de eerste les, montage, gaat die leraar daar zitten en die begint, ja, ik ben een cutter, een montage, dan ga ik jullie onderwijzen. En terwijl hij zo aan het praten was, plakte die 3 vloedjes aan elkaar, deden we tabak op, had marihuana doorheen en die likte dus uiteindelijk die joint dicht en die vertelde gewoon door. Ik denk, wat zal hij nou met die joint gaan doen? Dan stak die joint aan en gaf die zo door, weet je wel. Nou ja, dat is natuurlijk, we waren wel wat gewend, maar dat vond ik dan toch wel weer een heel nieuw perspectief. Maar ik kan me herinneren dat op een gegeven moment werd er gevraagd, volgende week gaan we een filmpje maken, wie heeft er een script? Dus ik stak meteen een vinger op. Maar ik had geen script. Ik denk, maar ik schrijf toch alleen. Dus in die week heb ik een scriptje geschreven, of een minuut of anderhalf. Dat is mijn eerste filmpje geworden. Dat heette Vivisectie. Ik heb geprobeerd het te vinden, maar het bestaat niet meer. Het is kennelijk vernietigd. Best een aardig filmpje trouwens. Dat is zo gek helemaal niet. Maar dat bedoel ik met lef. Maar heeft het wel voordelen dan? Dat je een Nederlandse regisseur in Duitsland bent? Ja, dat heeft 1 voordeel. Althans in mijn geval, vind ik. Ik heb hier ontdekt dat ik eigenlijk heel goed met ironie kan omgaan. En ironie is iets wat de Duitser niet kent. Bijna niet kent. Het zogenaamde understatement, wat typisch Engels is. En de humor, er wordt vaak gezegd dat de Duitsers geen humor kennen. Nou, dat is natuurlijk onzin. Maar de echte Duitse humor was Joodse humor. En die is in de Tweede Wereldoorlog om zeep gebracht. Dus na de Tweede Wereldoorlog was er geen enkele komische traditie meer in die zin. Ik ben toen hier aangekomen met mijn gevoel voor ironie. Wat ik van mijn vader over heb genomen. Die een fantastische ironie had. Beter dan die ik heb. Maar in elk geval, van hem heb ik het geleerd. En daar hebben ze wel behoefte aan hier. En als je bijvoorbeeld een film neemt als Ob ihr wollt oder nicht, die met humor iets heel serieus behandelt, dat is ondenkbaar hier. Dat was ondenkbaar hier. Het begint nou een beetje te komen, maar het zit niet in de cultuur in. Ja, dat is dat, Aria. Het
Das liegt ja total im Schatten. Unser Vater zahlt 180 Euro im Jahr dafür, damit wir hier mal alle zusammen liegen können. Also für 180 Euro will ich lieber alleine liegen. Ich meine, wir haben ja sogar schon Probleme im Badezimmer. Guck mal, da ist doch schön. Was ich altijd doe, vanaf mijn allereerste film gedaan heb, als ik op het set kom, geef ik iedereen een hand. Cameraman, figuranten, de runner, degene die de straat afsluit, die krijgen van mij allemaal een hand. Die horen allemaal op die dag bij. Die zijn van mij allemaal gelijk. En ik praat maar met vier mensen, maar ik lul met iedereen. Maar dan weten ze meteen weer de basis. Dat is namelijk de bijkomende factor. Oké. Jij ziet Charlotte. Daar. En daar de meisje die schommelt. Ja. Op een bepaald teken van mij, ja, loop jij naar het tentje van Charlotte. Ja. Gaat haar halen, krijgt een dialoog. Ja. Neemt haar mee naar de schommel. Mm-hmm. Daar? Zet haar op de schommel neer. Ja. Dat andere meisje is van de schommel afgekomen. Ik nodig u uit op de schommel plaats te nemen. Wel jammer dat hij verschoven is, de scène. Verschoven? Nou, dat hij... Dat hij niet aan het eind van de dag is, want het was de allerlaatste scène geweest tussen Dick en mij. Maar je kunt op verschillende manieren managen. Ja. Je kunt ook de bullebak uithangen. Ja, dat ben ik helemaal niet. Vind ik ook helemaal niet leuk. Ik vind het ook, ik word ook graag wel aardig gevonden. Ja, maar er gaan natuurlijk dingen, ook technisch misschien wel eens mis. En dan moet je nog een keer. Ja, toch? Dat kan. Take 32. Ja, dat kan. Nou, 32 had ik nooit. maar om een voorbeeld te geven. Bij de Schorpioen had ik tegen Monique van de Ven gezegd, je, op het moment dat je die zin zegt over je vader, dus voor de opnames, op het moment dat je die zin zegt, zou het goed zijn als je zou huilen. Daar heb ik nooit meer over gepraat. En we staan in de studio. We gaan het shot maken. Alles was geconcentreerd, bla bla bla. En ze begint die zinnen te spelen. En precies op het moment dat die zin komt, rolt er een traan over haar wang. En ik hoor naast me dat de camera leegloopt. Ik denk, dat kan niet gebeuren, weet je wel. Dat op dat moment kan die camera niet leeglopen. Dat kan nog gewoon niet passeren. Dus iedereen merkte dat en die dacht, die ontploft nou. Dus het was een doodstille atmosfeer. Je had alle reden om te ontploffen. Ik had alle reden om te ontslaan, bij wijze van spreken. Want hij moet van tevoren kijken hoeveel seconden zit er nog. Ik zei helemaal niks. Iedereen keek naar mij. Ik zei gewoon reload. En je voelde de spanning. Niemand zei iets. Ik zei ook niks. Werd gereload. Ik zeg oké. Draai het opnieuw. Actie. En Monique begint, had ook helemaal niks gedaan. Dat was gewoon blijven zitten in die auto. En die begint die zin te spelen. En op die zin komt precies weer die traan. Hoe ben je van hem afgekomen? Ineens, van het een op het andere moment. Toen hij een keer tegen me begon. Toen zei hij iets wat hij niet had moeten zeggen. Mijn vader lag in die tijd op sterven. En toen zei hij, ik hoop dat je vader vanavond kapot gaat. Kijk, nou gaat het om de vraag, wat bereik ik als ik ontplof? Mensen aanschreeuw, brul, niks. Je haalt de intensiteit en de concentratie bij iedereen weg. En je bent het eerste 2 uur ben je verder voordat je weer staat te draaien. Dat heeft geen zin. Dat werkt niet. Je moet je afvragen, wat is op dit ogenblik nodig? En ik vond op dat ogenblik nodig om helemaal niks te doen. Wat niet wil zeggen dat ik niet af en toe kwaad kan worden of conflicten zoek. Als ik merk dat er een conflict gezocht moet worden, dan doe ik dat ook. En heel vaak in de eerste week, zodat iedereen weet, oh, je moet wel uitkijken. En dan heb je meestal al je rust. Maar het is wel een emotionele tour die met z'n allen maakt. En op het moment dat mensen niet beseffen wat het belangrijkste is, ja, dan werk je niet meer met elkaar. En leren ze dat nou op de filmacademie of zit dat in Ben van Bong? Dat zit in de persoon die dat doet. Dat zit in je.
Dus anders, laat ik zeggen, ik ga het toch snijden in de montage. Dus we kunnen het net zo goed losmaken. Ja, maar het verschil tussen het meisje met rode haar en de andere films die er over het verzet gemaakt zijn intussen. Hoofdzakelijk is dat ze zich concentreert op één personage die een ontwikkeling heeft doorgemaakt, die mij tenminste het meest heeft geïnteresseerd. Dat ze als een meisje van een jaar of 20 heeft op een studentenkamertje in Amsterdam-Zuid zich heeft ontwikkeld over hetzelfde. In 1981, toen ik de meisje van het rode haar maakte, kreeg ik een scherpe kogel in een brief met geplakte letters, zo'n beetje zoals een film. Dat de regisseur zou worden geëxecuteerd. Daarop ben ik, het was 2 of 3 weken voor de première, daar ben ik ondergedoken bij vrienden. En bij de première liepen er, 20, 30 rechercheurs in chique kleding rond. Niemand wist dat het rechercheurs waren. We hadden alles afgecheckt en er kwamen toch nog bommeldingen binnen. Bij de Schorpioen heeft de Binnenlandse Veiligheidsdienst mijn hele archief weten te annexeren. Dat is een uitgebreid verhaal om niet te vertellen. Maar ik had nooit verwacht dat ik uiteindelijk zou worden, bedreigd, omdat iemand zijn levensgeschiedenis herkende in een film die ik had gemaakt. Ik wil daar niet specifiek over vertellen. Dat heeft 3 jaar geduurd, rond 2000, 2001 was dat het geval. En nu, onlangs, postte de Nederlandse ambassade in Berlijn een post op Facebook waarin ze mij feliciteerden met de prijs die ik heb gekregen voor Honingvrouwen en de onderscheiding in Amerika, in New York, seriefestival en zilver, medaille in zilver. En daar feliciteerden ze mij mee en daarop sloeg diezelfde man weer aan en bedreigde hij mij met een pistool. En toen heb ik dus gezegd, nou, toen heb ik ook echt aangifte gedaan. In het verleden heb ik dus vaker gepraat met de politie, maar dat was onder controle. Maar dit was gewoon eroverheen. En die is ook van de straat gehaald, die is ook veroordeeld. Heeft straatverbod, dat is allemaal in maart dit jaar gebeurd. Mm-hmm. En de impact is gigantisch. Iedereen die het meemaakt, weet het. Iedereen die in de publiciteit staat of in de publieke belangstelling, die weet dat je ermee moet rekenen. Maar als het echt doodsbedreiging worden, dan is de grap er wel van af en dan is ook de relativering er van af. Op het moment dat er beneden gebeld wordt, moet je gaan checken wie er voor de deur staat. En dat is een hoop levenskwaliteit die dan plots verdwijnt. Dus maar daar heb ik dus ook fel tegen geageerd. En dit soort bedreigingen moet je niet accepteren. Die kun je niet accepteren. Ja, maar wat is het? Hé, hou! Hou daarmee! Hilfe! Hou! Hilfe! Hou daarmee! Hilfe! We moeten echt daar een actievere houding in gaan aannemen. En dat is ook de oproep die gedaan wordt in die laatste film die ik nu gemaakt heb. Een ganz normale taak. Niet langer accepteren. Dit soort bullshit. En natuurlijk is het einfacher, de mond te houden. Maar om wirklich wat te veranderen, müssen wir eingreifen. En het beperkt je dus blijkbaar niet in je onderwerpkeuze. Nee, integendeel. Moet je zeggen dat het mij aanwakkert om juist er tegen in te gaan. En daar juist tegen films tegen aan te maken. Want die ontspannen houding die in Nederland zo bestaat. Maar ja, het moet kunnen. Dat is een verkeerde houding. Dat gaat ons opbreken. En ik ben niet voor zeg maar geweld. Maar ik ben wel voor het vroeg stoppen van het aankomend geweld. Want het begint met woorden. Het begint met haat, het begint met woorden. En zoals je nu ziet, het eindigt in daden. Als hij dat zegt, dan heb ik mijn geld niet heel erg nodig. Dat heeft toch iets en hij zegt van jouw geld. Oké, attentie. Actie. Iedere mens heeft een conflict. Iedere mens heeft een innerlijk drama. En eigenlijk is het leven erop gericht om dat drama of dat conflict op te lossen. En dat beweegt mensen om 's ochtends uit het bed te komen. Daar zijn ze niet van bewust vaak, maar het is wel zo. Ik vind het alleen wel jammer dat veel mensen niet weten wat hun conflict is.
En ik heb wel eens gezegd, kijk, als je dus zeg maar van deze wereld afgaat zonder dat je weet wat je conflict is geweest of is, dat is als een brief die ongeopend blijft en in het vuur wordt gegooid. Dan laat je volgens mij wel iets liggen wat heel wezenlijk is. Actie! Actie. Weet jij het wel? Nou ja. Voor jezelf, hè? Ja, ik denk dat het toch zo is dat je als jongste word je wel ongelooflijk verwend. Maar je moet wel een bek opzetten om gehoord te worden, want die anderen zijn 10 jaar ouder. Dat zou wel een ding... Je wilde je bewijzen. Ja. Dat is gelukt? Nou, dat weet ik dus niet. Je zit 50 jaar in het vak. Ja, dat wel. Maar ik bedoel, zoals ik al zei, de conflict los je niet op. Het rare is ook, ik heb in Nederland een paar prijzen gewonnen, maar ik heb 1000 alle prijzen gewonnen die je kunt winnen eigenlijk. En het rare is dat ik er nooit over nagedacht heb. Ook in Nederland niet. Want die prijs, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat er zeker om dat die film goed is. Die film, een goede film bewijst het. Niet die prijs. Je hebt vaker in interviews gezegd, ik heb mijn beste film nog niet gemaakt. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook echt. Hou je dat nog altijd van? Ja, dat vind ik ook echt. En dat heeft te maken met dat je de film maakt waarin alles samenkomt. Dus je craftsmanship, wat je kunt, hè, wat je als talent hebt. Dat je je visie op mensen. En de vrijheid om zeg maar met vormen en stijl om te gaan, waarvan je zegt van dit is mijn geluk, dit is van de eerste keer geluk dat alles samenkomt. Hm. En daar streef je gewoon naar. En dat iedereen hem geweldig vindt. Dat is wel meegenomen. Dat vind ik ook wel leuk.